Nee, eigenlijk nooit, als ik heel eerlijk ben. Ronald Jonker, CEO ook van Knaak. Dat is zo leuk, want ik ken jou een klein beetje, Ronald. En ik had jou dus in mijn telefoon staan met een heel net pak aan. En nu zet je een t-shirt en ik ben gewoon 3 keer voorbij gelopen. Waarom ben je niet in pak dan? Ik bedoel, je bent CEO, staat hier ook. Ja, ik denk het is radio. Dat maakt allemaal niet uit. Oh, dat vind je interessant. Niet gedaan, geen pak aan. Oké. Okay. Is dat niet een webcam? Ja, je hebt ook een webcam hier, hè? Ja, dus al die klanten van Knaken.nl denken, wat is dit nou zeg? Ik zie de camera's en denk, oh shit. Maar ja, goed. Ja, bitcoins. Iedereen zegt dat het een piramidespel is. Hoe reageer je erop als mensen dat tegen jou zeggen? Nou, dat zegt eigenlijk niemand. Nou, ik zeg tegen jou, het is een piramidespel. Ja. Nou ja, Wilfred, we hebben elkaar een keer gesproken, hè, ja, aan de telefoon. En toen heb je me ook gevraagd van, ja, dat bitcoins en crypto, is dat nou wat? Moet ik daar nou wat mee doen? En nou ja, dan vertel ik altijd van, joh, ik heb er een bepaalde visie op. En die deel ik met iedereen. Ja. En ja, ik denk dat, dat bitcoin geen piramidespel is. Ik denk dat je het heel goed kan vergelijken ook met het huidige geldsysteem. En want uiteindelijk gaat het steeds, om vertrouwen. Er zit niets achter. Er zit niets achter. Het is gewoon, het is eigenlijk, iedereen moet steeds geld inbrengen. En de laatste die dat geld inbrengt, levert het eigenlijk in voor de andere mensen. Dat wordt dan steeds gesuggereerd. Dat is dus niet zo, zeg jij. Nou ja, ik zeg dat zeker kan. Maar dat kan met een andere valuta ook gebeuren. Met de euro ook? Ja, natuurlijk. Wat zit daar nog achter? Vroeger zat dat nog gekoppeld aan het goud. Oh, trouwens, de euro niet. Dat was toch in de tijd met de guldens natuurlijk. En de dollar heeft het ook gehad. Maar het is allemaal losgekoppeld. En ja, je leest alleen maar meer van dat er meer geld bijgedrukt wordt. Dat gebeurt met de euro. Onlangs nog de stimulus checks in Amerika. 1200 miljard, geloof ik. Boel geld. Maar als er dan zoals afgelopen week weer een oproep wordt gedaan om het dan te verbieden in Nederland. En hoe reageer je daar dan op? Nou, ik lees dat in eerste instantie heel serieus. Ik ben heel erg benieuwd wat de onderbouwing is van zo iemand. Ja. En ik vind ook altijd dat je naar iedereen's mening moet luisteren. Dat is heel belangrijk. En ik ben het overigens daar niet mee eens. Ik denk ook niet dat één iemand dat zomaar kan bepalen. Ik denk juist dat we in Nederland en eigenlijk in Europa en zelfs in de wereld goed bezig zijn door het te reguleren. En dat is ook trouwens wat op dit moment volgens mij in de overheid de mening is. Dat we dat moeten doen. En verbod is eigenlijk niet te sprake geweest. Wat niet zegt dat het nooit kan gebeuren natuurlijk. Maar nee, ik verwacht dat zeker niet. En laten we nou eens gewoon kijken wat we ermee kunnen doen. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jeroen? Ik weet hier echt niets van. Maar het is een wereld van. Maar je kijkt als cabaretier natuurlijk, ook in jullie programma, even tot hier. Kijk je er op een andere manier, probeer je op een andere manier iets aan te vliegen enzovoort. En je ziet natuurlijk wel, de bitcoinwereld is hot. Ja. Ik bedoel, je ziet Elon Musk, die kan hem omhoog en omlaag twitteren. Ja. En je ziet iedereen ermee bezig zijn. Nou, als wij lunchen met even tot hier, dan voel ik me echt een oude man. Want de hele redactie zit dan meteen op de telefoon naar de bitcoins te kijken. Echt waar? Ja, dus die boot ben ik compleet aan het missen, geloof ik. Nou ja, weet ik niet. Maar het is wel iets wat momenteel speelt. Mensen zijn geïnteresseerd, mensen willen er meer over weten, we willen er weer over leren. En vandaar dat wij met knaken.nl een platform hebben waar we dat proberen aan te bieden. We proberen mensen ook op de juiste manier erin te laten komen. Nou, nu lijkt het net alsof je een goed doel bent op deze manier, Ronald. Zo klinkt het nu een beetje. Nou, een goed doel. Zo nee, het is toch wel handel is het natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk is het een commercieel iets, uiteraard. Maar je kan wel vanuit een bepaald geloof in crypto of in digitale valuta. Met die overtuiging kun je zeggen van, laten we mensen die dan instromen het op de juiste manier doen. Want je hoort natuurlijk ook een heleboel slechte dingen die er gebeuren in de wereld. De pump en dump schemes, de NOS had daar laatst een artikel over. Of oplichting überhaupt. En ik denk als het moment dat je gewoon mensen op de juiste manier voorlicht, dat dat dan een heleboel ellende scheelt. En een veel prettige ervaring mee met crypto hebben. En ik noem net Elon Musk, hè. Dat is natuurlijk wel, dat is bij andere valuta toch veel minder sterk. Dat die zoveel invloed kan hebben op de stijging en daling van een cryptomunt. Nou ja, kijk wat hij met zijn eigen aandelen heeft gedaan. Hij heeft op een gegeven moment gezegd van, joh, ik koop al je aandelen. En dan had hij ook invloed op. Het ging ook om miljarden dollars. Ja. Dus kijk, mensen zijn gewoon heel gevoelig. Voor een voorbeeld als Elon Musk. Elon Musk is natuurlijk een genie. Doet nu wat, in mijn ogen, vreemde dingen. Dingen die hij denk ik ook niet moet doen. En waar hij ook risico mee loopt, dat hij wellicht daarvoor. Je hebt nog niet gebeld, begrijp ik. Nee, ik heb zijn nummer niet. Kan ik die van jou zeggen? Nou ja, we hebben waarschijnlijk op de redactie liggen. Maar Bierijk heeft echt iedereen. Maar, is dat ook? Ja. Maar wat doet hij dan? Kun je een snel voorbeeld daarvan? Nou, wat hij nu aan het doen is waarnaar lijkt zelfs voor eigen gewin zeggen dat iets heel goed is, waardoor mensen het gaan kopen voordat de koers gaat stijgen. En dat is gewoon manipulatie. Ja.
En ja, dat mag niet. Alleen, maar het wordt ook niet aangepakt. Het is nog niet gereguleerd in de cryptowereld. Nee. Maar dat betekent niet dat het niet gaat gebeuren. Hè? Kijk, wetgeving loopt gewoon altijd een aantal jaar achter. En er zijn ook tijden geweest dat dat soort dingen niet aangepakt werden bij aandelen. Maar uiteindelijk is het wel gebeurd. En ik denk zeker dat hij een risico loopt dat hij er ook op aangepakt, in ieder geval aangesproken gaat worden. Ja. Overigens is hij de laatste tijd wel wat stiller. Wellicht om die reden. Ja, maar je zegt wel, de bitcoin is here to stay. Ik bedoel, Jeroen, je hebt dus nog tijd, waarschijnlijk. Dat denk je wel. Nou ja, de bitcoin is al meerdere keren doodverklaard bij een daling. En mensen vragen me ook van, joh, hij stond een tijdje geleden stond hij op 50.000 euro. En nu is het 33.000 euro. Is hij 33 vandaag? Ik zal even kijken. Ja, ja, het zal misschien iets minder zijn nu. Okay. Ik heb niet gekeken vanmorgen, maar... maar dat betekent niet dat hij iets gelijk stopt. Kijk, een paar maanden geleden stond hij op onder de 10.000 euro. Toen wij nog een deal maakten met Sparta, stond hij op 8.500 euro. Ja.